Hoi, super leuk dat je op deze video hebt geklikt. En ja, vandaag is het zondag. Ik ben onderweg naar Amsterdam. Ik ben niet zo lang geleden teruggekomen van mijn weekendje weg samen met Mustafa. We zouden misschien naar het buitenland gaan, zoals ik al had gezegd, naar Oostenrijk of Finland of naar Italië, naar de Alpen, iets met sneeuw. Maar helaas ging dat niet door vanwege dat wij last minute eigenlijk bijna niks meer konden boeken zonder een overstap. En ja, als je van vrijdag tot zondag weggaat en je moet overstappen, ja, dan kom je niet echt tot rust. Dus we hadden zoiets van, weet je wat, laat maar lekker zitten, we gaan wel even naar Limburg. Dus we zijn naar Limburg geweest en we hebben echt heerlijk genoten. Lekker naar de spa geweest en zo. En het belangrijkste was dat ik even offline was van de social media. En sinds 2 uur ben ik een beetje online weer op mijn Instagram. En dat doet me ook weer goed. Op een of andere manier mis je het toch wel. Het is zo raar. Ja, buiten dat om, vandaag heb ik een superleuke avond. Ik ga zometeen lekker uit eten. We gaan uit eten bij Istanbul Steakhouse in Amsterdam. Ik ben er nooit geweest, de dames ook niet. Ik ga met vriendinnen. En daarna gaan wij naar de voorstelling, of naar de theatervoorstelling van Najib Amali, zijn nieuwe. Welkom bij een nieuwe vlog van Malika Steinmann. We zijn er weer. Vandaag zijn we bij Istanbul Steakhouse. Wat gaan we eten? Ja. Nou, Ka, wat hebben wij? Ik heb hetzelfde als jou. Wat hebben wij? Pietje en vlees. Oh ja, boomfilet toch? Oh, yeah. Of lokum. In cheddar saus. Wat hebben jullie? Ik heb ook boomfilet en er komt champignon saus bij. We hebben carpaccio en Caesar salad. Een hele goede middag. Vandaag is het woensdag. Ik heb gisteren en eergisteren niet gevlogd. Omdat ik best wel ziekjes ben. Ik ben sinds gisteren aan het proberen om bij de GGD een afspraak te maken. Ja, ik ben ook 2 keer gevaccineerd. Maar toch ben ik bang dat ik corona heb. En de sneltesten. Ik heb al 3 keer sneltest gedaan. Geven aan dat ik negatief ben. En ik had vandaag iets daarover online gepost op mijn Instagram. En heel veel mensen zeggen, je moet echt bij de GGD echt een PCR-test doen. Want heel vaak hebben bij mij de sneltesten ook negatief aangegeven. Terwijl ik gewoon wel positief ben getest bij de GGD. En bleek dat diegene corona had. En ook heel veel mensen die zeggen, ja, ik ben gevaccineerd. En ik heb ook laatst corona gehad. En de sneltest gaf ook negatief aan. Nou ja, ik weet het ook allemaal even niet meer. Maar ik heb gisteren nog wel even op de zaak gewerkt. Gisteren voelde ik me wel wat fitter. Maar vandaag echt niet. Ik denk dat jullie ook aan mijn stem horen dat ik echt ziekjes ben. Maar ik zou Malika niet zijn als ik gewoon echt in bed kan blijven liggen. Zoals jullie weten, ik hou echt niet van slapen. Ik hou echt niet van middagdutjes. En ik hou helemaal niet van als ik ziek ben om gewoon onder mijn deken te liggen en uit te zieken. Ik kan dat gewoon niet. Ik kan dat gewoon echt niet. Dus ik dacht, weet je wat ik ga doen? Ik ga lekker de kast van Mustafa opruimen. Aangezien ik 100 keer tegen hem heb gezegd, Moes, kijk even wat je niet en wel nodig hebt. Wat je niet meer draagt, kunnen we even weggeven aan iemand anders. En elke keer zegt hij, oké, we gaan morgen doen. We komen er steeds niet aan toe. Dus ik dacht, ik ga het doen. Dus ik zit hier tussen bende ellende. En zoals jullie zien, heb ik hier dus echt, ja, ik heb een beetje gesorteerd. Dit zijn allemaal zomer spulletjes, ja, kleding voor de zomer van Moes. Dit hele stapel ga ik dus wegdoen. Dit zijn echt dingen die hij bijna nooit aantrekt. Dus ik vind het ook zonde om ze gewoon hier te houden. En er zitten echt gewoon heel veel spullen tussen waarvan ik denk, ja, Dit zijn echt hartstikke leuke dingen waar we andere mensen blij mee kunnen maken. Kijk, bijvoorbeeld zo'n trui. En ga zo maar door. Ik heb zelf heel veel leuke pakketjes binnengekregen. Dit is dan van Chiquelle. Dit zijn
echt hele leuke items. Die ga ik wel in deze vlog met jullie delen. En de linkjes. Ik heb hier 1, 2, 3, 4 Zara dozen binnen. Echt heel veel leuke items van Zara. Maar deze items, in plaats van dat ik jullie ze in mijn vlog laat zien. Ik wil een leuke content schieten voor mijn Instagram. En dan probeer ik jullie zoveel mogelijk items en de linkjes daarvan te delen via mijn Instagram. En ik heb laatst bij de Adidas winkel deze hele leuke pak kunnen scoren. Kijk hoe leuk deze is van Adidas. En dit is dus van Ivy Park van Beyoncé. In samenwerking met Adidas. Maar ik vind deze echt heel gaaf. Het is toch sportief, maar ook wel weer heel classy. Ik weet alleen nog niet met welke schoenen ik dit ga combineren. Daarnaast, ik heb ook een hele leuke pakket binnengehaald van Dyson. Nou ja, Dyson kennen jullie allemaal wel. Dit is de Airwrap. Ik heb hem zelf echt nooit gebruikt. En ik weet ook niet zo goed hoe dit werkt. Maar dat ga ik even opzoeken op YouTube. Maar dit is dus van hun nieuwe collectie. Dit is dus blauw met rosé goud. Of brons, beter gezegd. Ik weet niet, is dit rosé goud of is dit brons? Maar in ieder geval een hele leuke kleur of kleuren. Ik vind deze combi echt heel mooi. En er zit van alles en nog wat in. Hiermee kun je dus je haar droogfeunen. Hiermee maak je dus een slag in je haar. En er zitten ook nog heel veel andere dingen bij. Dus dit. En dit. En deze. Ja, ik ga nu even weer GGD bellen om afspraak te maken. Dat wij geen telefoonlijnen meer beschikbaar hebben. Wij kunnen u daarom niet te woord staan. We willen u vragen op een later tijdstip terug te bellen. Nou ja, dit is dus sinds gisteren al aan de gang. En ik heb zoiets van... Ik wil me per se bij GGD laten testen, want mijn moeder is morgen jarig. En mijn moeder is al op leeftijd... ze is al boven de 65, voor de mensen die dat niet weten. En ik wil niet, zeg maar, straks heb ik corona. En ik wil gewoon, ja, ik wil het gewoon niet riskeren. Laat ik het daarop houden. Mijn moeder is wel volledig gevaccineerd. Maar ja, dat betekent tegenwoordig ook al vrij weinig. Dus ik wil gewoon geen risico lopen voor haar. En aanstaande zaterdag gaan wij met de whole family uit eten met 18 man. Dus dat is eigenlijk een beetje update van de afgelopen dagen en van de dag van vandaag. Ik heb ook, by the way, hele leuke sieraden binnengehaald van Perlée. En deze heb ik ook gedeeld via mijn Instagram. En bijvoorbeeld deze kettingen zijn van het merk Perlée. En ik post ook onder deze video post ik alle linkjes hiervan. Good morning everyone! Jongens, kijk deze glimlach. Ik ben zo blij, want ik heb uiteindelijk eergisteren nacht een afspraak kunnen maken. Ik ben gisteren met Moes naar de GGD teststraat geweest. En ik heb mezelf laten testen. En eigenlijk sinds gistermiddag gaat het gewoon prima met mij. En ik heb zojuist mijn uitslag gehad. En het is negatief. Ja, ik hoest nog wel af en toe. Maar voor de rest gaat het super goed met mij. En ik ben wel echt goed ziek geweest. Dus vandaar ook dat ik eigenlijk heel veel dagen deze week niet heb gevlogd. Dus ik ben ook van plan om deze vlog niet aanstaande zondag online te zetten. Maar op een... dinsdag, denk ik. Dat ik gewoon wat extra beeldmateriaal heb. En gisteren is mijn moeder jarig geweest. En gisteren ben ik dus niet naar haar toe gegaan. We hebben wel met de hele familie hebben we hele mooie bos bloemen namens ons allemaal naar haar toe gestuurd. Want ze had laatst tegen mijn nichtjes of ik weet niet meer tegen mijn schoonzus of tegen mijn zus gezegd van... Ja, altijd als ik jarig ben krijg ik te veel bloemen. En ik heb eigenlijk, vind ik dat, ja, al die bloemen weggooien is een beetje moeilijk voor mij. Dus ze gaf ons al een beetje tips. Dus we hebben dan namens ons allemaal een heel groot boeket naar haar gestuurd. En ik ben dus helaas niet gisteren langs mijn moeder gegaan. En het deed me best wel veel pijn. Want mijn moeder is sowieso niet echt een persoon. Tenminste, bij mij in de familie, veel mensen vieren geen verjaardag. Laat ik het zo zeggen. Vanuit het geloof. En mijn moeder is altijd wel een persoon geweest die niet echt van een verjaardag houdt. Maar wat is er gebeurd? Een aantal jaren geleden, voor de mensen die mij langere tijd volgen weten dat. Een aantal jaren geleden is mijn oma, eigenlijk onze lieve, lieve, lievelingsoma.
liefste oma die je kon hebben eigenlijk, als het aan mij vraagt. Een oma waarmee ik heel veel tijd heb doorgebracht in mijn land. Ik ben daar ook opgegroeid natuurlijk. Ik heb heel veel bij mijn oma gewoond. De moeder van mijn moeder. En die is dus overleden op de verjaardag van mijn moeder. Dus eigenlijk als je zo bekijkt gisteren. Het is voor mijn moeder een hele dubbele dag. Het is een dag dat ze jarig is. Dus iedereen in de familie weet je, die wil haar extra verwennen en zo. Maar tegelijkertijd is het ook voor haar een hele moeilijke dag. Omdat het een dag is waarop haar moeder is overleden. Het is ook niet heel lang geleden. Dus het is een dubbele dag. En ik had echt gewoon, nu ik ook erover praat, krijg ik gewoon een brok in mijn keel. Want ik had eigenlijk gisteren best wel, ik was best wel emo gisteren. Puur omdat ik de hele dag aan mijn oma dacht. Maar dat ga ik natuurlijk niet tegen mijn moeder zeggen. Want ze is al alleen en ik wil haar niet verdrietig maken. Maar dat is life. En alhamdulillah voor alles. Dus dat eigenlijk. Gisteren was het dus voor mij best wel een emotionele dag. Puur omdat ik gewoon gisteren de hele dag aan mijn oma dacht, zeg maar. Ik was gewoon heel gehecht aan mijn oma. En ik denk dat heel veel mensen zich wel in dit verhaal herkennen. En we hebben allemaal wel, bijna allemaal wel, hele lieve opa's en oma's. En dat was ook mijn laatste oma. Oma van de moeder van mijn vader, die kan ik me nog heel vaak herinneren, maar die is overleden toen ik 4 was, toen wij nog in Tsjenië woonden. En mijn opa die is overleden toen ik in Nederland woonde. De vader van mijn vader, zeg maar, die is overleden toen ik, even kijken, hoe oud was ik toen? 16 denk ik. Daar was ik ook heel erg gehecht mee, ook puur omdat ik zeg maar geen vader had. Dus mijn opa die belde me altijd en liet altijd wel wat van zich horen. De moeder van mijn vader die is overleden toen ik hier, die heb ik al verteld. En de vader van mijn moeder die is overleden toen ik 6 jaar was aan kanker. Dus eigenlijk was dit, zeg maar, waar ik het nu over heb. Mijn oma die op 18 november is overleden. Ja, zij was mijn laatste oma. En ook een oma waar ik gewoon echt heel erg gehecht aan was. En mijn moeder had vooral echt een hele speciale band met haar. Dus mijn moeder heeft, zeg maar, wel echt heel veel last nog steeds van het overlijden van mijn oma. Maar gelukkig houdt het geloof houdt mijn moeder heel sterk. En daar ben ik gewoon heel erg trots op. En vandaag is het vrijdag alweer. Dus heel veel dagen niet gevlogd. Zoals jullie hebben gezien ben ik thuis lekker aan het opruimen geweest. En dus vandaag hebben we weer werkdag op kantoor. Straks komt iedereen langs. Dus we hebben een meeting. Zoals jullie weten, Black Friday komt eraan. En ja, voor de mensen die het willen weten, wij gaan ook meedoen aan de Black Friday. En vanmiddag hebben wij een gesprek. Straks als ik thuis ben, hebben we thuis een gesprek. Zoals ik al zei, met een man die huizen bouwt. Daar heb ik al over verteld. Dus ik ga niet weer over vertellen. En daar zijn wij heel erg benieuwd naar. Hij heeft schetsen gemaakt. En ik ben zo benieuwd naar zijn schetsen. En dan is het aan ons of we met hun in zee gaan, ja of nee. En zoals jullie weten hebben we nog een andere optie. Waar ik ook eerder over heb verteld. Prummelhuis. En dat eigenlijk. Nou jongens, wij zijn aan het werk zoals jullie zien. Staat onze Mikadol-doos hier van de shoot nog. En we zijn hier bezig met het... met de content. We gaan even een paar leuke foto's maken. Of video's het. Mm-hmm. Zo. Even kijken. Niet zo, hè? Dit is niet mooi. Zo. Snap je wat ik bedoel? Dan moet je wel echt op één plek houden. Ja. Yes? Ready? Yes. Wacht, hè. Zit ze al erin? Ja. Hi Bette. Hi. Nou jongens, wij zijn even een beetje aan het puzzelen hier. Hoe wij onze pakketjes gaan inpakken voor de feestdagen.
Nou, wij zijn bezig. Guys, wat vinden jullie mooier? Dus zeg maar met zo'n folie goud. En dan zwart ingepakt met zo'n velvet Merry Christmas erop. Of vinden jullie juist goud zwart met roze? En we gaan nu nog eentje maken. En dan nog één. En dan even een keus maken. Dit. Oh, dit is ook heel mooi. Ja, hè? Oh, dit is ook wel leuk. En dan als we... Ja, hè? Dit is ook echt een cadeau. Ja. Wacht, alleen moeten we even zo'n lintje eromheen doen. Guys, ik ben lekker thuis. Lekker omgekleed. De kids zijn gaan logeren bij opa en oma. En ik heb echt een mega, mega leuke pakketje ontvangen. Gisteren van Benefit. Echt super lief. Thanks to Benefit en thanks to Jessie. En kijk hoe leuk dit is. Nou, hier zitten dus allemaal producten van Benefit in. Als je dit openmaakt. Dus 12 producten zitten hierin. Ik weet nog niet wat. En ik wil ze echt één voor één openmaken. En daarnaast... deze producten. Zo nice. Zo happy. En deze. Echt zo lief. Niet normaal. En zoals jullie weten, ik ben mega fan van Benefit. En ik doe mijn wenkbrauw ook met producten van Benefit en hun bronzingpoeder. Ja, eigenlijk al hun producten vind ik echt super fijn. En natuurlijk ook de hele branding en brand zelf is echt geweldig. Nou, ik ga naar Albertijn. Wat wilt u, meneer Seimak? Ik wil drinken een Cola Light, ja, en een Fanta graag. Oké, okay, ciao. Bella, ciao. Nou, Moes zegt letterlijk... Miek, ik heb auto echt goed schoongemaakt. En alsjeblieft, laat de auto schoon. En het ruikt echt super lekker. Ik weet niet wat hij hier heeft erin heeft gespoten. Maar het ziet er wel schoon uit. Hij zegt alsjeblieft niet je make-up en alles overal leggen. En ik zie hier iets. Wat ik kwijt was. Ik had dit gekocht bij Starbucks. Zoals jullie weten ben ik echt gek op koffiebekers. Ik zit echt sinds een week serieus na te denken. Echt zonder grap. Zoals jullie weten, ik ben echt, echt, echt fan van koffie. En ja, ik drink altijd koffie. En ik zit echt serieus na te denken om misschien van die hele leuke pimokken of bekers... toe te voegen aan Mika. Het is heel wat anders dan haar producten. Maar ik zit echt te denken van... misschien kan ik ook gewoon qua accessoires aan Mika Amsterdam dat soort dingen toevoegen. En dan gewoon echt zo girly girly maken. Of juist tegenovergestelde. Ik zit daar echt serieus sinds een week over na te denken. En ja... als ik eraan denk, word ik al heel vrolijk. Dus misschien ga ik wel daarmee iets doen. Misschien zo'n limited edition, tijdelijke limited edition voor Mika Amsterdam. Dat je zo'n koffiebekers kunt halen. Ik weet niet. Wat vinden jullie? Moet ik het doen, ja of nee? Dat ik zo'n Mika Amsterdam accessoires lijn ga toevoegen. Wat vinden jullie? Let me know. Let me know. Oké, okay. Ik ga nu naar Albertijn. Moes en ik zijn, zoals ik zei, kinderloos. Dus wij hebben echt super lekkere hamburgers besteld. Spicy. Want ja, heel veel mensen verwachten het niet van mij. Ik weet niet waarom. Maar ik eet echt heel pittig. En Moes ook. Ik hou echt van super pittig eten. En ik ben echt laatste tijd verslaafd aan ginger beer. En er is maar één ginger beer die ik echt super lekker vind van de Albertijn. Ik heb ze allemaal geprobeerd, jongens. Allemaal. En ik laat je zo meteen zien welke ik bedoel. Die moeten jullie echt even proberen. Die is echt heel lekker. Moet je gingerbeer voor mij pakken? Ik kom net thuis en het eten is bezorgd. Dit hebben we besteld bij Burger Time of zo, toch? Maar het is wel halal. Dat sowieso. En... oh. Ik wilde jullie mijn prachtige hamburger laten zien.
waar ik zo fan van ben. En hij is echt huge. En hij is echt groot. Nou, dit gaat niet. Dus we gaan hem even zo. Tada! Hij is echt lekker, jongens. En dan heb ik ook nog extra jalapeno's erbij natuurlijk. Dit is dus die ginger beer. Zo lekker. Niet normaal. Echt niet normaal. Guys, ik leef vandaag op... Welke dag leven wij? Zaterdag. Op zaterdag. En wij gaan uit eten voor mijn moeders birthday. We gaan met de hele familie verzamelen. En mijn lieve schoonzusje Bettul gaat mee. En mijn schoonmama gaat ook mee. Arda en Zeen zijn de jongste neefjes van de dag. En ja, mijn moeder weet helemaal niks. Mijn moeder denkt dat ze alleen uit eten gaat. Maar hi. Heb je zin in? Mijn moeder denkt dat wij uit eten gaan voor... alleen met mij, Mustafa en de kids. Ze weet niet dat mijn zus en haar kinderen en dat mijn broer en zijn kinderen en ja, en onze schoonzussen natuurlijk, dat die allemaal komen. Een hele goede morgen. Vandaag is het maandag. Ik sta in de badkamer. Ik ben net ongeveer een kleine uurtje geleden opgestaan. En ik denk ik ga even bijkletsen. Zaterdag hadden we een surprise voor mijn mama. Zoals jullie zagen, een beeld hiervoor. Doordat het juist zo gezellig was en zo onverwachts allemaal. En voor mijn moeder dan. En doordat ze zo emotioneel werd en alles. Heb ik dus eigenlijk helemaal niet gevlogd. Ik heb wel wat videobeelden. We waren met 18 man. Het was zo leuk. Mijn moeder had echt niks door. En zoals jullie weten, mijn zus woont in België. In Leer, dichtbij Antwerpen. En ja, mijn broer en zo, die wonen in Rotterdam. Dus het was echt gewoon... Ze had echt niet verwacht. Het was zo leuk. En gisteren zondag had ik weer zo'n dag dat ik gewoon echt bij moest komen. Ik weet niet wat het is, maar mijn vermoeidheid gaat gewoon niet weg. En ik heb op Insta om best wel veel dingen gevraagd. Zoals wat is nou echt goed als je vermoeid bent. En ik kreeg zoveel verschillende dingen doorgestuurd. Allerlei soorten verschillende vitamines, propolis en weet ik veel wat allemaal. En ik heb hier en daar al wat besteld. En zodra dat binnen is ga ik het met jullie delen. En ik ga het ook vanaf nu echt gebruiken. En ik wil vanaf nu ook echt iets meer aan sport gaan doen. En iets meer aan mijn voeding gaan doen. Ik denk dat ik iets meer moet eten. En een beetje gezonder moet gaan leven. Ik leef best wel al gezond, vind ik van mezelf. Maar ik denk dat mijn lichaam het nog extra nodig heeft. Of ik heb gewoon echt zo'n boost nodig. Ik zit zelfs te denken om naar Istanbul te gaan. Ik moet sowieso naar Istanbul voor werk. Want ik heb allemaal afspraken bij bedrijven staan. Maar als ik naar Istanbul ga, zit ik zelfs te denken om gelijk een zo'n vitamine boost infuus te nemen voor mijn lichaam. Want dat is daar echt heel goed. Mensen gaan er soms alleen ook heen om alleen dat te nemen. Dus ik moet alleen kijken welke ziekenhuis enzovoort. En ja, vandaag ook. Ik ben op tijd naar bed gegaan. Ik werd vanochtend wakker en ik ben gewoon dood op. Mijn lichaam is zo zwaar. Mijn lichaam voelt zo zwaar aan. Ik weet niet waar dat aan ligt. En ik kan echt niet elke dag zo moe opstaan. En heel veel zeggen, ja, je moet bloedonderzoek doen. Nou ja, ik ga jullie niet meer lastigvallen met mijn vermoeidheid geval. Wat wilde ik nog zeggen? Oh ja, ik wil nog een paar items met jullie delen straks. In deze vlog laat ik jullie zoveel dingen zien die ik binnen heb gekregen. Maar ik krijg gewoon dagelijks pakketjes binnen. En ja, ik wil gewoon zoveel mogelijk met jullie delen. Want ik weet dat er naast mensen die het niet leuk vinden, dat er juist heel veel mensen zijn die het juist leuk vinden. En ik heb echt heel veel leuke truitjes binnen gekregen van een webwinkel. En die ga ik straks met jullie delen. Maar ik ga eerst even zometeen met jullie een koffiemoment houden. Even kijken wat voor... reacties ik onder mijn vorige week vlog heb gehad. En eigenlijk zou deze video gisteren online komen. Maar doordat ik dus afgelopen week zo ziek ben geweest. Doordat ik zo weinig beeldmateriaal had. En het verhaal gaat van A naar B. En het springt van de ene
fragment naar een ander fragment. Of van de ene gebeurtenis naar een andere gebeurtenis. Dus ik vond het zo niet een leuke vlog. Dat ik dacht van weet je wat. Ik ga de maandag nog erbij pakken. En de zondag. Maar ja, gisteren had ik weer een dag dat ik dacht van ik ga mijn camera echt niet aanraken. Ik heb de hele dag thuis gezeten. Moest dat uitwedstrijd tegen Feyenoord. Sinds gisteren mogen er geen supporters komen. Arda had zo erg... zich verheugd op de wedstrijd van Feyenoord tegen Zwolle of Zwolle tegen Feyenoord uit in het Feyenoordstadion in de Kuip. Arne wilde zo graag naar de Kuip. Hij is al vaker naar de Kuip geweest, alleen hij kan het zich niet meer herinneren omdat hij best wel jong was toen. Dus hij was zo verdrietig gisteren. Waarom kunnen we daar niet heen gaan? Waarom niet, mama? Waarom niet? Maar aan de andere kant denk ik, ja, misschien is dat ook wel beter geweest. Want Zwolle heeft zwaar verloren. En oh my god, guys, ik wil niet over voetbal met jullie hebben. Maar PEC Zwolle staat allerlaatste op de Eredivisie. En dat vind ik zo niet leuk. Ik hoop zo, zo, zo erg dat zij in de Eredivisie blijven dit jaar. Maar ik heb er zoveel vertrouwen in. Nou, we gaan een koffiemoment weer houden, jongens. Even naar mijn vorige week vlog. Even kijken. Dit is een goede vraag. Ik vind de krultang... Ik zit tussendoor ook echt kaas te eten. Dat is mijn gezonde ontbijt. Ik vind je krultang zo geweldig. Mag ik vragen hoe lang je jouw haren laat zitten als je hem om de barrel draait? Ik weet nooit hoe lang ik moet wachten. Namelijk, en op hoeveel graden zet je hem? Ik was echt verbaasd hoe snel hij al pakt met een paar seconden. Nou, ik heb niet echt bepaalde seconden of minuten. Ja, minuut sowieso niet, oh my god. Maar bij mij gaat het echt zo op gevoel of zo. Ik weet niet. Ik draai mijn haar zo daaromheen. En even kijken, 1... 2, 3, 4, 5, 6. 6 seconden denk ik. Max. Ik zet hem altijd op 220. Gewoon de krultang 220 en de steltang 230. Natuurlijk kan je ervoor kiezen om het gewoon 200 te houden of 210. Ik denk dat het echt heeft te maken met jouw eigen haar. Mijn haar zou ik ook kunnen stylen op 180 bijvoorbeeld. Maar ik denk ja, als ik hem op 230 zet, dan ga ik er heel snel over. Of wanneer ik mijn punten soort van naar binnen krul. Als ik mijn haar stijl heb, doe ik altijd zeg maar... Mijn haar hoef ik niet echt heel erg te stylen. Maar ik pak altijd de bovenste laag, zodat het echt plat ligt. En dan draai ik mijn haar een beetje zo naar binnen. Vind ik altijd mooier, zeg maar. Dan zit het haar wat lekkerder nu ik kort haar heb. Zo, niet zo. Even kijken. Hey Malika, welke nummer heb jij van de CC cream? Die heb ik al beantwoord. Iemand zegt, je bent zo prachtig. Welke lipstick heb je hier op onderweg naar K? Zo lief, dankjewel. Even kijken. Wat ik daarop heb. Sowieso denk ik dat ik al weet wat ik daarop heb. Volgens mij kan ik me nog herinneren. Oh ja, ik zie het al. Welke lippenstift ik op heb hier. Dat dacht ik al. Ik heb lipliner van MAC Cosmetics. Cork. C-O-R-K volgens mij. En de Yash lippenstift. Of de Yash. Ook van MAC Cosmetics. Ik weet niet wat het is. De laatste tijden, zoals jullie weten. Nou, inmiddels denk ik al dat ik hem bijna 8 jaar gebruik. Of 7 jaar. De Yes lipstift van MAC. Dat is echt mijn lievelings lipstift ever. En alleen de laatste tijd. Ik weet niet of ze de formule hebben veranderd of niet. Als ik hem opdoe worden mijn lippen heel droog. Terwijl ik daar afgelopen jaren nooit last van heb gehad. Of het kan liggen aan mijn eigen lippen natuurlijk. En nee, het heeft niks te maken met de winterperiode. Een soort van herfst-winterperiode waar we nu in zitten. Maar afgelopen zomer ervaarde ik dat ook. Dus elke keer als ik die op heb, probeer ik een beetje een soort van of vaseline of iets hier aan de binnenkant te deppen. Erbij te doen, zeg maar. Erop te smeren, hoe je het ook wilt noemen. Ja, dat eigenlijk.
Oh ja, iemand zegt, hey Malika, drink een glas warme melk voor het slapen gaan. Kaartmelk. Nee, ik kan dat echt niet. Ik kan echt geen melk drinken meer. Ik ben zo erg... ik heb zo... Ja, hoe moet ik het zeggen? Ik ben de laatste jaar... Eigenlijk het hele jaar heb ik bijna geen melk, normale melk meer gebruikt. Bij mijn kinderen wel. Maar bij mezelf niet. Nergens niet. Ik zit echt de laatste maanden of jaar zit ik echt op havermelk. Dus ik doe alles met havermelk. Bijvoorbeeld nu mijn koffie is ook met havermelk gemaakt. En warme melk doet mij echt denken aan mijn jeugd. Ik weet nog altijd als mijn neefjes en nichtjes en ik ziek waren, ging mijn oma altijd... Je weet toch... Mijn oma die woonde echt op een boerderij en we waren altijd bij mijn oma. Dus mijn oma had heel veel koeien, schapen, kippen, ga zo maar door, stieren. En ja, iedere ochtend moesten wij koeien gaan melken. Ja, echt niet normaal. Als ik eraan terugdenk, denk ik, oh my god, dat is echt eigenlijk zo grappig. En moesten we met al onze nichtjes altijd koeien gaan melken. En dan gingen we altijd met die emmer zo terug. En op een gegeven moment moesten we altijd dus verse melk van mijn oma in de avond, als we ziek waren, drinken. En dan ging ze ook nog eens die melk heel warm maken. Daarnaast ging ze nog heel veel peper erin doen. En dan moesten we die gewoon opdrinken, anders mochten we niet slapen. Dat was zo grappig. Dus altijd als ik denk aan warme melk, denk ik altijd aan mijn jeugd. Met peper erin. Echt grappig, maar dat is gewoon echt zo leuk, gewoon als je dat soort dingen hebt meegemaakt. Ik vind dat echt grappig en echt super leuk. Wat is jouw Vinted account? Jongens, dat krijg ik dus elke keer. Malika.Seimak. En ik heb echt, geloof me, 3 volle tassen meegenomen naar de zaak. De dames gaan van de week van alle items foto's maken. En alles uploaden op mijn Vinted account. Maar ik ga het ook op mijn Instagram posten. Dus volg me op mijn Instagram als je me nog niet volgt. Zodra alles online is op Vinted, komt het online. En... ik heb niet zo heel veel vragen gekregen onder mijn vorige week vlog. Dus ik dacht, weet je wat? Ik neem een aantal vragen waar ik eigenlijk nooit de tijd voor heb om ze te beantwoorden. Van Instagram mee. Ik krijg daar altijd wel leuke vragen. Ik kreeg namelijk gisteren heel veel de vragen of er een nieuwe vlog online kwam. Helaas. Even kijken. Iemand zegt, hoi Malika, ik heb net ook een berichtje naar Mika account gestuurd met de vraag of je ook aan Black Friday sale doet. Ik hoop van wel, dan kan ik de knultang misschien ook kopen. Ja, wij gaan zeker in de sale met Black Friday. Vanaf vrijdag begint onze sale, dus hou onze website in de gaten. En mocht je niet weten wat onze website is of op onze Instagram, post ik onder deze video. Even kijken. Hi Malika, ken jij een goede lash serum? Jullie weten, gebruik ik X-Lash serum en daar ben ik heel erg blij mee. Even kijken, iemand zegt... Hoi Malika, ik ben op zoek naar de vlinderschilderijen en naar de prijs, maar ik kan nergens de prijs vinden, ook niet onder jouw vlog. En op de Tika-site, ben zelfs op de Commerce-site gaan kijken, maar helaas, ik wil niet helemaal naar Tika rijden en niet weten wat de prijs is, omdat dit voor mij maar is. Ik hoop dat je reageert. Dit heeft iemand gestuurd op Instagram. Zij heeft het dan over deze schilderijen die ik hier achter heb hangen. Ja, zoals jullie weten, ook in mijn vlogs heb verteld. Op de zaak heb ik er ook 4 hangen, 4 verschillende. Zoals jullie weten heb ik deze schilderij bij Tika gekocht. En Tika is een groothandel, daar moet je een pas voor hebben. Mocht je een bedrijf hebben, dan kun je daar een pasje aanvragen, anders kom je er niet in. En in de verkoop hebben deze schilderij een hele andere prijs. Zo 1, 2, 3 uit mijn hoofd weet ik echt niet meer wat de prijs hiervan is of was. Maar ik denk dat je even een berichtje naar Colmore moet sturen. Colmore heeft vast wel ergens een e-mailadres dat je hun even kunt benaderen en even kunt vragen voor hoeveel zo'n schilderij voor jezelf gaat kosten. Ik kreeg best wel veel reacties via mijn DM over mijn ginger beer die ik laatst bij Albert Heijn heb gekocht. En heel veel zeiden dat daar 0,05% alcohol in zit. Maar ik kan het nergens terugvinden. Dus mochten jullie ergens informatie hebben gevonden op Google of whatever, alsjeblieft post een link van onder deze video. Dan kan ik het even doornemen en ik krijg een pakketje. Even openmaken. Goedemorgen. Hey, pakketje. Alsjeblieft. Dank je. Fijne dag. Zelfde.
Nou, ik heb dus net een pakketje binnengekregen waar ik zo blij mee ben. Oh my god, kwalitatief. Ik heb het even gevoeld, want ik kon niet wachten. Het is zo goed. Het voelt zo goed aan. Het voelt zo fijn aan. En als ik zeg maar een pakketje openmaak en ik krijg er gewoon een soort van echt een energieboost van, dan heb ik ook echt zin om gelijk de deur uit te gaan en te gaan joggen. En dit gevoel krijg ik bij dit pakketje. Maar ik ga hem vandaag niet in deze vlog met jullie delen. Ook niet in mijn volgende vlog. Want ik wil, zoals jullie misschien hebben gezien, ben ik op Instagram bezig met meer fashionfoto's te posten. Meer outfitfoto's te posten. En eigenlijk bij alles waar ik heel veel positiviteit uithaal, wil ik gewoon heel graag met jullie delen op Instagram. Dus ik ga hier een hele leuke foto, een story van maken. Of een video van maken. En dat ga ik even met jullie delen op Instagram. Dus deze leg ik even nu. Ups. En de kant. Even kijken wat voor vragen. Oh ja, over die ginger beer. Dus mochten jullie een link hebben, post die onder deze video, please. Even kijken. Wat voor vragen ik nog heb. Misschien moet ik elke keer een screenshot maken als ik een vraag binnenkrijg. Oh ja, trouwens, misschien gaan jullie mij ook een vraag stellen over deze mok of beker of hoe je het ook wilt noemen. Deze, zoals jullie zien, is deze van Starbucks en overal lippenstift op. En hier staat Barcelona, volgens mij heb ik al eerder laten zien. Deze heb ik van Shuki en Vier gekregen. Ze waren laatst in Spanje, Barcelona. En toen hebben ze voor mij zo'n mok meegenomen, zo lief. Als jullie kijken, love jullie guys. Ja, dat was het eigenlijk een beetje. Anders gaat het weer veel te lang duren. Straks komt mijn vriendin Rachel bij mij langs. Gezellig. Die was laatst in Istanbul. Even lekker bijkletsen. En ik moet zometeen even langs de zaak. Want ik moet een paar bestellingen inpakken. En ja, dat eigenlijk. Oh ja, en ik wilde ook even met jullie hebben over... kijk. Zoals jullie weten hadden wij vorige week donderdag hier thuis iemand van een bedrijf, Penterman, die misschien voor ons een huis gaat bouwen. Ik heb hier dan die schetsen van Brummelhuis, waar ik over heb verteld. En ik heb dus hier nieuwe schetsen. En het enige wat ik jullie op dit moment nog eventueel wil laten zien is dit. Kijk, dit is nog maar een schets. En zoals jullie zien is dit de achtergevel, dus de achterkant. Dus we gaan misschien heel veel glas. Dit is allemaal glas, dus allemaal ramen. Wat vinden jullie ervan? Vinden jullie dit mooi of zeggen jullie juist niet zoveel glas? En de voorgevel is eventueel de voorkant van het huis. Zoals jullie zien ook heel veel ramen. Dus ik wil eigenlijk, als je bij ons binnenkomt of als ik in de keuken sta of ergens op de zolder ben, dat het echt zo'n open uitzicht heeft. Zeg ik het goed? Oh my god. Het is echt een drama. Mijn Nederlands en ik, dat gaat gewoon niet samen. Dat gaat gewoon niet samen. Sommige mensen begrijpen niet, zeggen ze, ja, je hebt echt zo'n Russische accent. Ja, hallo! Ik ben geboren en getogen daar. Ik ben daar opgegroeid. Er komt weer een pakketje aan. Hey. Ciao. Dat is onze vaste bezorger. En die belt bijna. Ja, die belde nu wel aan. Maar hij ging eerst het pakketje voor de deur zetten, aanbellen en wegwezen. Zo gaat dat elke dag. En ik kan er niks aan doen. Deze wil ik wel met jullie delen. Dit is wel iets leuks. Zoals jullie weten ben ik echt gek op haaraccessoires. Grote haarbanden, kleine haarbanden, elastiekjes, haarklipjes. Of forever, mutsen, vooral mutsen, daar ben ik gek op. En zodoende heb ik bij de Bijenkorf deze muts besteld. Huh? Ze hebben mij hele verkeerde muts gestuurd. Is dit een grap? Ze sturen mij een off-white muts. Oh my god. Terwijl... Oh, dit is gewoon gek van te worden. Even kijken, Bijenkorf. Nee, dit kan echt niet. Het is
Ze hebben mij een off-white muts gestuurd terwijl ik een Balenciaga muts heb besteld. Helemaal stuk. Mijn account. Ik wilde net zeggen, kijk, ik heb een Balenciaga muts gekocht. Hier, hier, kijk. Bewijs, bewijs, bewijs. Recente bestelling. Kijk, deze muts heb ik besteld van Balenciaga. Deze. En ik krijg gewoon een hele, hele, hele andere muts binnen. Deze van Off-White. Kan toch niet? Even serieus. Ik heb hier een heel leuk pakketje gekregen, zoals ik al zei. Ik ga dit even één voor één aantrekken en even met jullie doornemen. Lijkt me wel leuk om even alles te laten zien wanneer ik het aan heb. Is toch anders dan dat je het zo, zeg maar, zit op beeld. Dat iemand het in zijn handen vast heeft. Nou, ik heb hier een groene trui aan. Een soort van een kooltrui. Het is echt super, super fijn qua stof. Ik weet niet, hij is niet te dik, maar hij voelt ook echt heel zacht en warm aan. En ik vind vooral die print en de kleur ook heel erg mooi. Ook heel leuk om te combineren met een spijkerbroek of een leren broek of een rok bijvoorbeeld. Of gewoon zo'n jogger. En deze heb ik in one size. En volgens mij is die alleen ook in one size. En alle linkjes post ik, by the way, onder deze video. Nou, hier heb ik dus gewoon een... ja, een witte blouse. Hij is een beetje oversized, tenminste bij mij. En deze heb ik in de maat XS. En hij is best wel lang. Dus voor de dames die bijvoorbeeld een hoofddoek dragen en dit soort blouses dragen, is dit ook wel heel leuk. Of voor de dames die hem gewoon als een soort van een jurkje willen combineren met een hemdje eronder. Dat kan natuurlijk ook. Ik zou hem zelf persoonlijk dragen met een blazer of... met een vest die ik hier ook hier heb. Ik post de linkjes onder deze video van alle items. En ik post ze ook echt in volgorde. Dus zeg maar wat ik als eerste heb aangehaald. Dus die trui. Dit dan als tweede. En deze heb ik in een maatje XS. Dit is dus die vest waar ik het over heb. En deze is in one size. Ook weer groen. Nou, dat ik gek ben op groen deze tijden. Dat moet wel heel duidelijk zijn, denk ik. En ik bijvoorbeeld vind het wel mooi als je zo'n witte blouse combineert met zo'n vestje. Ik vind dat wel mooi bijvoorbeeld zo. Kijk, zo hem zelf. Zo dragen. En jullie weten, ik vind het helemaal niet erg dat iets oversized is of zo. Kijk, zo zou ik hem dragen. Het is echt een hele leuke. En dan hebben we hier een hele leuke... trui. En ik hou van dit soort truitjes. Dat weten jullie. Ja, super leuk met een witte jogger of whatever. Je kunt dit echt met alles combineren. Hij is echt super mooi. En ja, de kleur is ook prachtig. En al die teksten erop, dat vind ik ook echt geweldig. En deze heb ik in een maatje XS, by the way. En dan heb ik hier een hele leuke vest. Babyblauw qua kleur. Ook heel erg leuk om te combineren met een rok, een broek, een pantalon of wat je ook wilt. Of een jogger zoals ik nu aan heb. Is one size. Echt super leuk. En de stof is ook weer echt heel erg fijn. Nou, dit is dus weer een trui. Deze heb ik in een maatje XS. En ook echt super mooi. En deze kun je ook weer combineren met wat je wilt. Zoals met een hele leuke leren rok. Dat zou ik doen, denk ik, met van die zwarte boots eronder. Als ik uit eten ga of zo. Dat is echt nice. Ze hebben echt heel veel leuke items op hun website. Echt heel leuk. Oké, ik heb hier een jurk in een maatje XS. Hij zou wel eigenlijk nog iets strakker kunnen bij mij. Maar hij is echt, echt super, super nice. Voor de mensen die bijvoorbeeld kerst vieren. Ja, ik vier zelf geen kerst. Maar dit is wel echt zo'n jurk om lekker naar een feestje te gaan. En voor de mensen die tijdens de kerst niet van al die glitters en zo houden. Is dit wel echt een hele mooie jurk. Ik ga hem zelf bewaren, denk ik, voor als wij heel misschien op vakantie gaan. Nou, dit is de allerlaatste jurk die ik jullie ga laten zien. Dit is echt een... Body dress. Hij valt heel strak. Zo mooi, guys. Ik ben echt helemaal in love. Ja, deze vind ik echt geweldig. Deze vind ik echt heel mooi. Deze heb ik in een maat S. Het is echt heel strak, geloof mij. Ik heb normaal een XXS. Hij valt echt heel strak. Dus hou daar rekening mee. En deze is dus ook echt in een hele mooie
groene kleur. En ik vind het gewoon heel mooi dat die heel mooi aansluit op je lichaam. En wat ik ook wilde zeggen is dus... En op de website hebben ze een mega korting. 40% vanwege de Black Friday. Dus gebruik kortingscode BLACK40 of BLACK40. En die kortingscode post ik ook nogmaals. Of tenminste post ik ook onder deze video. En trouwens de Black Friday sale van Mickey Amsterdam. Die aanstaande vrijdag zou beginnen. Eigenlijk zouden we een Black Friday weekend doen. Maar omdat wij echt overspoeld worden met zoveel vragen. Van wanneer begint jullie Black Friday sale? Hebben we nu zo. Iets van, weet je wat, we gaan misschien vanaf morgen al in de sale. Dus het kan zijn dat als jij naar deze video zit te kijken dat Mickey Amsterdam, dat de producten van ons al nu al afgeprijsd zijn. Kijk op onze website en de sale zal sowieso tot en met zondag duren. Dus ja, ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. Abonneer op mijn YouTube kanaal en deze week zondag om 8 uur zoals afgelopen weken, gewoon mijn weekvlog om 8 uur online komen. Dus abonneer me op mijn YouTube kanaal nogmaals. En ik hou super veel van jullie. Dikke kus voor jullie. Ik wens jullie een hele fijne week toe. En no matter what, onthoud, blijf positief. Wat je ook meemaakt in je leven. Of het nou heel leuk is of heel slecht is. Probeer altijd positief te blijven. En probeer gewoon altijd in jezelf te geloven. Bye bye!